Over de smalle wegen in het Zuid-Hollands eilandgebied vond op een mistige ochtend een merkwaardig transport plaats. Een stalen mast van 35 meter lengte en een gewicht van 15 ton werd van de fabriek in IJsselmonde naar de nieuwe Van Brienenoordbrug vervoerd. Het is een van de lichttorens voor de viaducten en de toevoerwegen van deze brug. De mast komt op een voetstuk met een doorsnee van 9 meter en zal samen met het bordes 40 meter hoog worden. Een reusachtige kraan stond al klaar om het gevaarte overeind te tillen. 16 masten samen zullen met hun natriumlampen het hele ingewikkelde complex van toe- en afvoerwegen, die het verkeer ten oosten van Rotterdam naar Dordrecht leiden, 's avonds in een zee van licht zetten. De nieuwe brug zal de Maastunnel en de Maasbrug sterk kunnen ontlasten. De brug heeft een bewegend deel om grote zeeschepen door te laten, maar is verder zo hoog boven het wateroppervlak geconstrueerd dat kleinere schepen en coasters er gemakkelijk onderdoor kunnen. Lange, hecht geconstrueerde op- en afritten voeren het verkeer soepel af en aan. En men is nu onder en boven de elkaar kruisende wegen druk in de weer met de bestrating en de asfaltering van het wegdek, dat het volgend jaar de steeds toenemende stroom van auto's van en naar het zuiden langs in plaats van dwars door Rotterdam zal leiden.